heette op ons evenement Spelbrekers over giftige stoffen in speelgoed. Dus voor ouders is het volgens mij heel, heel verwarrend wanneer iets nou beschermd is, wanneer iets niet beschermd is en of het wel voldoende beschermd is. Dit is een kant-en-klaar kettinkje en kinderaccessoires vallen niet onder de speelgoed. Is een vergelijkbaar kettinkje, maar dit kunnen ze zelf in elkaar zetten, dan is het wel speelgoed. Hier mag geen bisphenol A meer in zitten, maar dit is speelgoed. Misschien mag je mama's lippenstift niet gebruiken met het idee, nee, maar er zit lood in. Dit is ook gewoon cosmetica, geen kinderregels. Die kwestie van een drempelwaarde, dat is een heikel punt. En kijk, ik vind het nogal makkelijk om een drempelwaarde aan te nemen. En dan van daaruit kun je natuurlijk van allerlei regels opstellen. Maar het is gebleken dat die drempelwaarde helemaal niet zo betrouwbaar is. Men heeft onder andere nu met die lage dosissen en vandaar dat de EDC's, zoals Ingrid al liet zien, nu toch echt naar boven komen. Dat blijkt dat die lage dosissen toch heel erg effectief zijn. Namelijk op het gebied van onder andere invoeren van epigenetische veranderingen en hormoonverstoringen. Wanneer er concentraties zijn die binnen die veiligheidsmarge vallen, die we aanbrengen van het onderzoek naar de mens, en je zegt van ja, het is maar een klein beetje eroverheen of zo, dan zeg ik, bij twijfel niet oversteken. Zit je eronder, dan zeg ik, ik zie geen reden vanuit werkingsmechanisme oogpunt om te zeggen, waarom zou ik niet oversteken? Ja, en mevrouw Koppen zegt, de drempels zijn soms iets te hoog. Ja, en bovendien weten we lang niet alles. Kijk, we mogen heel erg blij zijn als we 10% of misschien 5% weten van wat er in werkelijkheid in hun lichaam afspeelt. En dan kan je beter geen risico nemen. En waarom zou je dan niet uitgaan van een nulwaarde? Er wordt zelfs in beroemde tijdschriften als New England Journal staat. There is no safe level for lead. Ik denk dat in het merendeel van de gevallen waar we het hier over hebben, laten we even terug naar de speelgoed. Ja. Denk ik dat die methode waarin je gaat uitgaan van een drempelwaarde en een normstelling de juiste benadering is. Een drempelwaarde en een normstelling. Ja, oftewel de dosis maakt het gif. De dosis maakt het gif. En weten we dan van al die stoffen die in speelgoed kunnen zitten, hoeveel je er wel van kunt hebben en hoeveel je er niet van kunt hebben? Van alles. Wanneer het gevaarlijk wordt? Ik denk dat we een heel goed inzicht hebben in de stoffen die er nu in voorkomen, wat die kunnen doen bij jonge dieren, dus in proefdier-experimenten. En ik denk dat we ook de afgelopen 10 jaar er steeds verder van overtuigd geraakt zijn dat kinderen zijn geen kleine volwassenen en zijn kwetsbaarder dan volwassenen. En daar wordt dan ook vaak meestal rekening mee gehouden door een extra veiligheidsfactor. En als er bijvoorbeeld een Europese richtlijn gemaakt wordt voor het speelgoed, gaat u dan echt voor de absolute zekerheid en veiligheid? Nou, u had hier net 2 wetenschappers staan. En die 2 wetenschappers aan dit tafeltje waren het al niet eens. Dus zet u dan eens in onze schoenen als beleidsmakers. Wij zijn geen toxicologen, wij zijn geen neonatologen. Maar wij moeten wel regels maken die meetbaar zijn en beoordeelbaar. Nou, neem deze 2 mensen en vermenigvuldig ze met een paar duizend en u heeft de wetenschappelijke discussie in Europa. Maar waar ik me zorgen over maak is dat we aan de ene kant wel goed bezig zijn door te zeggen van nou, we doen het een stapje strenger. Maar we zien aan de andere kant dat er richtlijnen zijn die nog lang niet voldoen aan datgene waarvan we eigenlijk als consument altijd denken. Nou, daar mogen we toch vanuit gaan dat dat veilig is. Voeding of speelgoed of wat dan ook. De Nederlandse consument heeft altijd als nummer 1 in zijn checklist prijs. Bij alles geldt dat je er ook gewoon met gezond verstand mee om moet gaan. En dat geldt voor de fabrikant, dat geldt voor de importeur en dat geldt ook voor een ouder of een verzorger die een kind met een stuk speelgoed laat spelen. De veiligheid is heel erg belangrijk en daar valt natuurlijk ook de chemische veiligheid onder. En zoals dat vaak is natuurlijk met speelgoedondernemingen, zeker als die groot zijn en wereldwijd opereren en dat zijn de ondernemingen ook die bij onze organisatie zijn aangesloten, dan zijn daar ook wetenschappers in dienst die dat met eer en geweten allerlei onderzoeken volgen, allerlei rapportages beoordelen en samen met overheid en anderen komen tot het vaststellen van normen. Maar wat voor problemen kom je dan tegen als je veilig speelgoed wil maken? Waar loop je tegenaan? Kosten. Ik denk dat het verhaal is heel belangrijk, maar wij lopen zelf ook precies tegen. We hebben dus ook op dit moment geen speelgoed nog in onze babydoos, omdat we daar nog niet zo ver zijn. Ja, voor een kleine producent en zeker op het moment dat je begint met een nieuw product en je weet gewoon nog niet hoe groot de oplage gaat zijn, dan moet je een behoorlijk bedrag opzij zetten om het ook te laten testen. Alors j'ai cherché à montrer en fait s'il y avait présence de retardateurs de flamme bromés
de formaldéhyde, xylène et benzène dans les jouets en fait, que les patients amenaient pour tester. Alors on a eu un peu de tout, on a eu pas mal de formaldéhyde dans tous les jouets en bois qu'on nous avait ramenés. Il y a eu quelques retardateurs de flamme avec les peluches et donc voilà. Ce sont des produits qui sont parfois nocifs, notamment le formaldéhyde par exemple, c'est un cancérigène, un mutagène et reprotoxique, donc ça ne devrait pas se trouver même en très faible quantité dans les jouets. Ça peut provoquer des allergies également, ça peut être nocif pour les enfants, type perturbateur endocrinien, etc. Dankzij het Europees Parlement is denk ik ook de nieuwe speelgoedrichtlijn veel verder gegaan. Die is dus niet op het niveau van risicobeperking blijven steken, maar er is zelfs gevaarsbeperking ingevoerd. Bijvoorbeeld CMR-stoffen zijn nu in principe verboden. Dat was dus niet zo. Er zijn van die patentjes waarop staat niet bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar. Nou, welk kind van 4, 5, 6 jaar wil nog met zo'n ding spelen? Dus die zijn echt wel bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar. Dus die disclaimer die wordt ten onrechte gevoerd. En gelukkig heeft het Europees Parlement en de Raad nu ook een verbod op het ten onrechte voeren van die waarschuwing ingevoerd. En dat is voor ons als handhavers alleen maar fijn, want tot 1 jaar geleden konden we er helemaal niks mee.